Mijn naam is Ritsie Drost, CFO van Vodafone Ziggo. Ik geef graag een korte toelichting op de derde kwartaalresultaten van 2021. We kijken terug op een goed derde kwartaal. De totale omzet steeg met bijna 2% en ons operationele bedrijfsresultaat groeide met ruim 2%. Kortom, we liggen op koers om onze financiële doelen voor 2021 te behalen. Het aantal huishoudens dat klant is van Vodafone en Ziggo blijft stevig groeien. Dit bewijst dat onze zogeheten convert-strategie werkt. Klanten die vaste en mobiele diensten combineren zijn meer tevreden en blijven langer bij ons. Verder zien we dat de groei van het aantal mobiele klanten doorzet en de totale klanttevredenheid stijgt. We blijven investeren in ons giganet om klantbeleving voortdurend te verbeteren. De focus ligt daarbij op nieuwe technologieën, hogere snelheid en betere dekking. Zo steeg de gemiddelde internetsnelheid van onze klanten op het vaste netwerk binnen een jaar tijd met 40% naar 250 megabit per seconde. In het afgelopen kwartaal hebben we veel klanten kunnen helpen met het nog verder verbeteren van hun wifi in huis. Dat gebeurde met de introductie van onze nieuwe wifi-pots en de gratis modem-update. We troffen de laatste voorbereidingen voor het invoeren van ons hybride werkenbeleid, dat we ook beschikbaar stellen aan Nederlandse bedrijven en organisaties. Zo helpen wij mee aan het verminderen van files, het reduceren van de CO2-uitstoot en bieden we antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Met onze snelle, veilige en stabiele netwerken leveren we een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving. En dat zetten we door om het laatste kwartaal van dit jaar ook goed af te sluiten.